Geert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die Trump, die zit de hele wereld op zijn kop. En hij blijft maar aan de gang. Beurzen VS hoger naar weg hebben vrees van handelsoorlog. Hoe bang ben jij nou van die Trump? Nou, het is een ongeleid projectiel. Dus hij kan je plotseling verrassen in positieve zin en in negatieve zin. Hè, met die belastingplannen, dan in één keer, dan is de hele wereld blij. En dan met die handelsoorlog op het staal- en aluminiumgebied. Ja, dan zijn we even in paniek. En dat beleggers houden van alles, maar niet van onzekerheid. Dus je ziet dan nu ook die beurzen jojoen, die bewegelijkheid neemt toe. Meer dan ooit moet je dus vooral varen op de cijfers van de bedrijven. En er zijn een aantal dingen die wel, met name ook voor Amerika, eventjes heel erg belangrijk zijn. Kijk, we hebben wat we noemen een goudlokje scenario gehad. Lage rente, lage inflatie. Dat betekent dat daardoor de economische groei gestimuleerd werd. Bedrijven meer winst realiseerden. En uiteindelijk, hoe meer winst je hebt, hoe hoger de aandelenkoers. En daar zijn bedrijven ook op vooruit gelopen. Maar als we nu over die toppen heen kijken in Amerika, dan zie je iets anders. Dan zie je hogere rentes, hoge inflatie en lagere werkgelegenheid. Wat betekent dat? Hogere rente betekent hogere kosten. Hoge inflatie betekent dat je basisprijs en je kostprijs van de producten omhoog gaan. En lagere werkeloosheid betekent als je je personeel wil houden of je wil uitbreiden, dat je de duurder aan moet. Dat is in feite een slecht scenario voor de bedrijven. Je ziet ook op dit moment dat als bedrijven met goede cijfers komen in Amerika, dat ze niet meer stijgen. Waarom? Dat zit er allemaal al in verdisconteerd. Dus je moet meer dan ooit huiswerk maken. En ik denk ook dat je Amerika zou moeten onderwegen ten opzichte van Europa. Want hier hebben we, en dat heeft Draghi van de week net bekendgemaakt, hebben we nog steeds lage rente tot in ieder geval het eerste kwartaal 2019. Blijft hij het inkoopprogramma, zei dan wat gematigd doen. En blijft die rente gewoon laag. Dus we kunnen hier nog wel wat doen. Maar je moet meer dan ooit weten welk jongetje het beste van de klas is. In welke sector je de beste kandidaat moet hebben. Het schieten met hagel en je koopt aandelen en het stijgt toch wel eens voorbij. Dat komt nu echt op vakmanschap aan en op kennis. En weet wat je koopt, weet waarom je het koopt. Ja, dus jij zegt in de sector waar je in wil investeren moet je ook de eredivisie nemen. En dan had je het van de week met mij over ABF InBev en Heineken. En dan viel jouw keus meer op ABF InBev, begrijp ik. Ja, Heineken is een goed aandeel. Maar als we even kijken, hè, je moet een vergelijking maken. En dat moet je heel rationeel doen. En dat doen wij gewoon elke dag. Elke dag zijn we daarmee bezig en analyseren we die bedrijven en het nieuws. Maar kijk, als we even kijken naar AB InBev. En we doen gewoon even statistisch. Als je kijkt naar de adviezen die Ambeuser InBev, zo heet het voluit, maar we korten het af, AB InBev, en Heineken hebben. Er zijn op dit moment 27 analisten over de hele wereld, grote banken, bedrijven, die Heineken een koopadvies of een houdadvies geven met een koersdoel van 10%. Er zijn op dit moment 31 analisten die AB InBev een advies geven met een koersdoel van 22% hoger. Als ik kijk naar het dividendrendement van Heineken, dan heb ik op Heineken een dividendrendement van 1,7%. Op AB InBev een dividend van 4%. Als ik ook kijk naar de grootste ter wereld, Heineken is nummer 3. Carlsberg nummer 2, AB InBev staat op nummer 1. En terecht. En waarom je dan op dit moment dan zou moeten verkassen van Heineken binnen die sector naar AB InBev, of om mij een gedeelte zou moeten verruilen. Mensen hebben daar vaak wat emotioneel problemen mee, maar je moet je laten leiden door de cijfers, is het volgende. Het laatste kwartaal had AB InBev alles wat Heineken niet had. Ze sput op alle kanten de groei. De bierconsumptie op Budweiser, Corona en Stella Artois steeg met 18%, vast 7% het laatste kwartaal. De concernomzet, de totale omzet, was bij Heineken iets van 3%. Steeg bij hun in het laatste kwartaal naar 8,2% van 4,1%. Dus alles wijst op een enorme booming. En het blijft koopadviezen regelen. Ja, en als je dan in de drank, genots en voedingsmiddelen wil beleggen, dan wil je het beste jongetje van de klas. En dat is gewoon onlosmakelijk op dit moment AB InBev. Zonder te zeggen dat Heineken dat over een jaar of twee jaar wel weer zou kunnen zijn, hoor. Maar dat is sectorbeleggen. Ik las ook dat Heineken zich toch een beetje terugtrekt uit China vandaan. Dat... Ja, die zijn er wat dingen aan het verkopen. Dus dat lukt dan niet allemaal. Ja, dat is moeilijk te zien. Het kan wezen dat ze... Dat kan politiek zijn. Het kan zijn dat ze geld voor andere dingen willen gebruiken. Dat laat zich op dit moment niet zo raden. Maar in ieder geval, ze maken een terugtrekkende beweging. Dat is op zich merkwaardig voor een bedrijf dat alsmaar wil groeien. Geert, je had in het verleden had je een constructie gemaakt met Aegon. Hè? En dan kon je dus zeg maar, bij een gelijkblijvende koers kon je toch geld verdienen. En nu heb je weer een nieuwe
constructie van Egon bedacht. Hele mooie. Is die andere achter de rug dan? Die is afgesloten met een enorme winst. Al wel een jaar terug. En ik zat daar de hele tijd op te loeren. Hoeveel winst heb je toen gemaakt? Iets van 70% van de 100% die ik kon genereren. Kijk, deze strategie is gebaseerd bij een gelijkblijvende koers op het aandeel Egon. En dan maak je ongeveer ruim 100% winst. Als je stijgt is prima. Als je gelijk blijft ook prima. Als je daalt dan mag je ook wel dalen. Dan heb je een demping erin zetten. Maar ja, als ik binnen een jaar kan halen wat ik over 4,5 jaar kan genereren van 70-80%, moet ik daar wachten. Dat doe ik dus niet. Hoe is die strategie dan opgebouwd? Die strategie, dat is eigenlijk, het is eigenlijk te ingewikkeld om te zeggen. Daarom heb ik op jouw site kunnen mensen daar inloggen. Kunnen mensen gewoon klikken. En dan kunnen ze die hele analyse opvragen. En dan kunnen ze het lezen. Maar het komt er hier kort op neer. Je doet de initiële investering van minimaal 100 aandelen. Kleiner kan niet. Daar betaal je €315 voor. En als je 4,5 jaar wacht en de koers blijft gelijk, maak je ongeveer 20-25% per jaar. Oftewel, je gaat van €315 naar €700. En doe je het met 1000 aandelen, ga je van €3150 naar €7000. En doe je bijvoorbeeld 10.000 aandelen. Ik durf nog wel groter, dan geef 31.500 en 70.000. Dat is echt een hele mooie belegging, gewoon een weglegger. Kijk, ook even naar het aandeel Egon. Dat is natuurlijk belangrijk of je dat er moet hebben. En die analyse heb ik er ook maar eventjes gratis bij gedaan. Egon die heeft op dit moment echt alle problemen opgelost. Zijn solvabiliteit is op dit moment 201%. Dus de zorgen over eigen vermogen en die alle banken zijn voorbij. Als je kijkt naar de winstontwikkeling 2017, ze hadden €2,4 miljard resultaat tegen verwachtingen 1,6. Ze hebben de dividend verhoogd van 14 naar slotdividend naar 14 cent. Dus het totale dividend per jaar komt op 27 cent. Dus elk jaar krijg je op je investering in de strategie op €315 €27 dividend. Dus je hebt sowieso 8%. En zegt, dit zijn. Maar weet je wat de grap is? Ik had het eens een keer hier eerder, stond in het Financieel Dagblad van kan het waar zijn? En op RTL Z stond in een kolompje, daar riepen ze mensen op om dat te kraken. Maar weet je, die expertise, mensen zijn gewoon hartstikke lui geworden bij banken. Die hebben geen zin meer om dit te berekenen. Dit, als je tijd investeren wil in beleggen, en als je geld wil verdienen, moet je dit doen. Dit is onevenredig makkelijk geld verdienen. Jij zegt, het corporate Nederland, ja, daar ben je zo kapot van. Dat zijn grote slaapkoppen en dan heb je het over PostNL, AXO, Unilever, wat bedoel je nou precies? Nou, wij zijn eigenlijk, wij hebben altijd de mond vol over Frankrijk, Spanje, Italië, maar wij zijn ook gewoon een bananenrepubliek geworden. Kijk, op het moment dat een bedrijf niet goed presteert of te lage prijzen is of wat ik maar, dan komen er mensen, reders, andere bedrijven die zeggen, ik heb je, ik wil jou kopen, ik wil je toevoegen aan mijn onderneming. Dat heeft te maken met je prestaties. Maar dan springen wij allemaal op in de coulissen. Bijvoorbeeld PostNL, een bieding van Belgische Post van 5,75. Koers is nu €3,18. Wat een prestatie. Als ik kijk naar AXO, een bieding van nu omgerekend €101,50. De koers is nu rond de 80. Nog geweldig. Unilever. Een bieding van €47. Hadden ze ook wel 50 kunnen krijgen, hoor. Nou, we staan nu 43. Dus met een hele grote mond. En er zijn er meer doen met een hele grote mond om zogenaamd zelf op het plus te blijven of egocentrische gedachten. Jagen we iedereen weg. Terwijl de prestaties gewoon onder de maat zijn. Ja, want als je nou leest, verfconcern AXO maakt een zwakke start. Alleen binnenkort afgestoten chemicals presteert goed. Dus ze gaan nou de kroonjuwelen verkopen. Ja, ik verbaasde mij er ook een beetje over dat die koers nog steeg. Maar kijk, AXO is het meest trieste verhaal in het gebeuren. Meneer Butcher, de CEO die dat tegenhield. En meneer Anthony Burgman. Die Butcher is ziek, zwak en misselijk naar huis gegaan. En Burgmans is nu ook weg. Dus daar zit nou een heel nieuw team die het moet gaan doen. Nou, zij kruipen nu een beetje in die slachtofferrol. Ze hadden van de week wel een leuke PR dat ze zeiden, ja, we gaan twee acquisities per jaar doen, et cetera. Maar in feite zijn het huilenbalken. Ze hebben het zo ver weten te schoppen dat de aandeelhouder die het een na langste zat, 25 jaar, Tweedy Brown hier, groot Amerikaanse belegger, gewoon die aandelen AXO verkocht heeft uit frustratie. Ze creëren geen aandeelhouderswaarde meer. Ze zijn bezig om hun clubje te houden. De cijfers AXO waren op zich geen verrassing. Er zat weinig nieuws onder zon. Je moet ze gewoon houden. Het is wat het is. En Unilever?
Unilever is een wat simpel dat verhaal. Omdat Kraft Heinz die deed de bieding en daar zit Warren Buffett achter. Dus die hebben gezegd, Unilever, joh, we zouden die wel willen kopen voor 47 euro. En dan kan je praten over een euro meer of minder. Maar Unilever heeft dat direct afgewezen. En Heinz, die is natuurlijk niet gek. Die denken van, zo'n groot bedrijf en onwilligheid moet je niet kopen. Dus die denken, laat het maar een beetje weken. Die hebben zich onmiddellijk teruggetrokken. Robert van Trent Invest, je had het over blockchains en dat wordt vaak over een kamp gezocht met bitcoin. Hoe zie jij dat? Nou, ik heb daar, dacht ik, vorige keer of die keer ervoor hier ook een pleidooi voor gehouden. Die bitcoins moet je ver van blijven. Maak dat je wegkomt, dat is echt helemaal niks. Het is niet geborgen. Maar die blockchain, dat is een technologie. Het is een, als het ware een soort openbare register en dat gaat het worden. Als je dan kijkt, waar moet ik in beleggen, in welke bedrijven is, dat is verschrikkelijk moeilijk. Ja, en ik ga ook een rekening bij Robert openen, want ik wil wel in die blockchain, in die blockchain beleggen. Maar laat hun dat allemaal doen. Dus dan doe ik een stukje van mijn geld doe ik erheen en laat hij dan die samenvatting maar doen. Want hij maakt een mandje in die trend. Heel leuk. Heel leuke manier om te beleggen. Jij zegt, wanneer moet je winst nemen? Helemaal moet maar zeggen, als je 10% hebt, moet je eruit. Ja, dat is natuurlijk superfout. Je moet je winsten nemen als een reus en je verliezen als een pinkeltje. Dus als een aandeel gewoon niet loopt wat je verwacht en is een bepaalde reden, dan moet je verkopen. Dat kunnen mensen bijzonder slecht. Ik zeg wel eens op lezingen, zeg ik wel eens tegen mensen, als een kind bij je komt en die komt bij je met een rapport. En er zitten allemaal goede cijfers op, 8, 9, 10 en 1, 4. Aan welk cijfer moet de aandacht dan gegeven worden de komende tijd? Nou, dan zeggen ze allemaal die 4. Maar dat is natuurlijk super fout. Je moet aandacht geven aan die 8, 9 en 10, want daar ben je goed in. En niet in die 4, daar ben je slecht in. Maak maar dat je daarvan afkomt van het vak. En dat is bij aandelen niet anders. Als je gewoon slechte aandelen hebt en dat loopt niet, verwissel die tegen winnaars. Zoek de winnaars op en laat je winsten doorlopen tot er een reden is waarom dat niet zou kunnen. Je ziet aandelen hier van 10 naar 1000 stijgen. En als je dat verkocht hebt, heb je er spijt van. Ik kan me wel voorstellen dat je daar eens een beetje mee speelt. Maar vroeger zeiden we altijd buy the winners en sell the losers. En dat is niet anders. En als jij zegt, ik ga maar 10% winst genoegen nemen, bij hoeveel verliezen neem je dan genoegen? Het is echt een heel verkeerde manier om te beleggen. Geert, je geeft altijd een symposium. Ja. Ik heb er nog niet van gehoord. 14 december in de Rai. Ja, heel bijzonder. In de Rai, tegelijkertijd met de Luxe Rivière, de voormalige Miljonairs Fair, heb ik het theater afgehuurd. Kan 2000 mensen kunnen erin en die gaan er komen, allemaal sprekers. Ja, ik ben verschrikkelijk ambitieus in die dingen. Wat echt een hele mooie dag. Eten, drinken, koffie. Iedereen die lid is van Beursgenoten gaat er gewoon gratis in. Van 10:30 tot 4:00 middags. En ze mogen er naar de beurs op kosten geen cent. Want dat is gewoon mooi. Beleggen doe je samen. En dat vind ik gewoon ontzettend. Het kost geen cent, maar je moet wel lid zijn, toch? Je moet, ja, een kleine eis is, je moet wel horen tot de club. Dat lijkt me het minste. Overigens, voor die ego-strategie, daar heb ik aanstaande dinsdagavond een webinar. Een webinar dat is voor oude mensen is, daar krijg je van mij een linkje toegestuurd. Ik nodig je uit op een computer, dan kun je indrukken. En dan kun je live mij zien op de computer. En dan kun je zelfs vragen stellen. En dan leg ik zo'n hele strategie uit. Wat doe ik en waarom? Omdat die expertise er niet is, vind ik leuk om dat te doen. Maar dan moeten mensen dus even naar jouw site gaan. Even de dingen op en dan komt dat verzaal wel. Nou, we weten genoeg weer. Beleggen is mooi, Harry. Ik ben eigenlijk zo enthousiast van. Het ja. Gewoon, en was u nog geen lid en wordt het dan snel, dan kunt u ook naar het symposium toe. Ja, dat wordt echt een mega dag in Amsterdam. Nou, groot feest dus. Oké, okay. Geert, je bent zo enthousiast. Ik ben altijd, ja, ik heb gewoon het mooiste vak van de hele wereld. En natuurlijk, het is wel eens een lach en een traan, maar dat relativeert ook wel.